De prijsbal die ik vorige week zaterdag heb gekocht. Het is nu ook juist zaterdag. En die deed mij een beetje denken aan de vlag. Ja, zodat jullie allemaal wel weten. Nee, de regenboogvlag. En dat is echt heel mooi. En nu gaan we het water laten lopen in het bad. En ik hoop dat we hier iets moois van kunnen laten zien. Dus let's go, zou ik zeggen. Ik film met de gsm, dus de kwaliteit zal niet 100% zijn. Maar ik wil toch deze zeker op de video vastleggen. Want ik vind hem echt heel mooi. Hoe het eruit, helaas, dat weet ik niet. Want ik heb corona en ik weet niet hoe hij ruikt. Maar ik wou hem toch uittesten vandaag. Omdat ik toch wilde genieten van een goed warm bad. Zo, ik kan jullie even het bad laten verlopen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Zo, het bad, lekker veel water erin en dan de bal erin. Ben eens benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Zien is het water nu aan het lopen. Er moet nog wel veel meer in het water, maar het is toch al een begin. Dus het is wachten. Het water zit erin. Ik hoop dat dat voldoende water gaat zijn. Nu zie je dat ik de kamer nog niet in het water laat vallen. Of we zijn, of we, het is de bal die ik er ga indoen. Mooie kleurtjes. Dus ja, prachtig toch. Zo. Voilà. En we zijn gestart. Hij is omgekeerd geraakt. En spannend vind ik het. Zeer spannend. Met al die mooie kleurtjes. Kijk, oh, ziet ik, dat wordt zo groen, geel, oranje, roos. Oh, echt, ik hou van die kleurtjes. Dat is echt prachtig. Het heeft nu ook zo'n grote bruisbal, omdat je zo ziet, die kleuren zijn echt zo, echt prachtig. Het is ook wel blauw in. Ja, oh, je moet dat zien. Oh, de beweging die, ja. Oh, ik vind het echt leuk om aan te kijken. Wauw. Echt prachtig. Dat geeft een echt ontspannende kleur. Ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien. Ik doe mijn best om het goed vast te leggen. Wauw. En je ziet ook daar hebben we zo blauw. Zo echt zo alle kleurtjes. Daar krijg je zo wat goudachtige kleur. Dat is echt zo olijfgroen ook er een beetje in. Dan hebben we geel, paars. Wauw. Heel mooi, echt heel mooi. Oh, kijk. Het is zo precies een land. Echt, die kleurtjes, wauw. Het is echt heel mooi. Volgens mij is dat daar de bruisbal die we daar zien. Die nog verdere kleurtjes aan het uitdoen zijn. Ja, zo te zien is dat de bruisbal daar. Dus daar zie je de bruisbal. Dit is echt al wat van de bruisbal afgekomen is. Dus we hebben echt heel veel verschillende kleurtjes. Echt heel cool om te zien trouwens. Daar word ik echt heel vrolijk van. En mij is nog altijd aan het bruisen. Wauw. Echt de moeite waard om zo'n bruisbal te kopen. Ik zal straks kijken hoe hij noemt, want ik weet het niet van buiten. Oh, daar kan ik echt van genieten. Ze komen trouwens uit de luswinkel. Deze heb ik zelf betaald en gekocht. Daar. Ik heb iets met regenboogkleurtjes, zodat je wel weet, ben ik een transgender. En hou ik echt heel veel van kleurtjes, van regenboog. Dus dat een beetje terzijde, maar ik wou het toch even meegeven waarom ik eigenlijk voor deze ballen gekozen had. Er waren ook heel veel andere ballen. Het thema Pasen natuurlijk, maar ik kan natuurlijk ook niet alles kopen. Dat is voor de volgende keer als we nog eens gaan. Sowieso kopen we daar binnenkort nog wel eens een keertje een bal. Omdat ik echt leuk vind om dit te filmen voor jullie. Ik word daar echt zelf heel vrolijk van. Je ziet, daar is hij nog altijd bezig aan het gaan. Kijk je dat we dichter kunnen komen. Want ze moet altijd ook zuiver zijn. Ja, kijk. Wauw. Echt, echt, echt. Prachtig, prachtig, prachtig. Dus dit dat je allemaal ziet, dat is... Ja, kijk. Dat zijn zowat de kleurtjes. Echt heel mooi. Prachtig. Je wordt er echt vrolijk van. Al die kleurtjes. Ik raak die bal ook niet aan, waarom niet? Omdat ik
Ik vind het leuk om te zien hoe hij het nu ze allemaal doet. Dus dat vind ik al belangrijk. Dat is een beetje zoals ik erbij was. Kijk, en de kleuren zijn echt prachtig. Ook op de camera zijn de kleuren echt heel mooi. Ik was er echt van, kijk hoe dat bruist. Of ja, ik zeg altijd hij. Ja, ik heb zich geen geslacht. Hè. Dat is echt heel mooi. Hoe het hele bad eigenlijk van die kleurtjes heeft gekregen. Zo wat oranje, geel. Echt heel mooi. Ik ben echt trots op deze bal. Het is echt prachtig om te zien. Ondertussen is hij nog verder aan het pruisen. Het is echt heel schoon om eigenlijk te kunnen zien dat het zo'n mooi plaatje is. Ik denk dat we daar allemaal ook wel een beetje vrolijk van worden. Van zo'n bal. Ik zal de titel. Ga je zien welke bal het is? Wauw. We gaan hem toch even pakken. Dan zie je eigenlijk hoe hij een beetje gegaan is. We zullen dus het gele, het paarse, echt zo schoon. Er zit ook oranje in, je ziet ook. Dat is echt prachtig, zo'n bal. We gooien hem gewoon op dezelfde plaats terug. Voilà. Ik vind het echt heel mooi. Cool ook wel. Dus het is prachtig hoe die kleuren tot teweeg brengen. Dat is echt heel mooi. Natuurlijk moeten we ook nog uittesten hoe het voelt in het water, dus dat gaan we nu gewoon doen. Nu in het water. En straks ga ik jullie vertellen hoe het gevoeld heeft met deze bruisbal, ja, hoe het aanvoelt. Dus dat gaan jullie straks te zien krijgen. Ervaring en hopelijk vond jullie dit een leuke video. Doe dan zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En wie weet maak ik binnenkort nog wel video's met de GSM.